We zijn nu een beetje op een punt waarop we moesten beslissen van wat gaan we doen. Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij dagelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Dat is vandaag... Oh mijn god! 7 jaar, dus ik denk, nou ja... Nou, ik kom maar op. Dankjewel! Nee, maar we zijn ook heel blij dat je dit wilt doen, want... Ja, ik vond het superleuk dat je me een tweet stuurde, want het was best wel even... Ja, ik was gewoon aan het rondmailen en het ging allemaal een beetje moeizaam. We vonden het echt super dat het wordt gedaan en gewoon aan de mensen laten zien gewoon, hoe en wat er allemaal in de asiel gebeurt. Ik heb een beetje het gevoel dat mensen vergeten tegenwoordig dat er ook gewoon nog mierenasiel zijn. Want het is inderdaad heel erg een raskat of een rashond te nemen. Het gaat niet alleen maar om katten of alleen maar om honden natuurlijk. Nee. Het is voor mij makkelijk om, nadat ik alle beelden in elkaar heb gezet, dat het dan, zeg maar, dat het wat makkelijker loopt. Dat ik niet de hele tijd praatstukjes tussendoor heb, dat ik gewoon hele algemene voice-over kan doen. Ja, maar mocht je iets hebben waarvan je denkt van dat is echt nog heel leuk om te noemen? Of, ja, ik denk dat die mensen in het asiel het beste kunnen vertellen. Okay. Ja. Ik kwam in contact met Rick van Dierenlot. Hij had contact met me opgenomen en hij zei van ja, ik heb contact met heel erg veel asielen. Zullen we kijken of we iets samen kunnen doen? Dus dan heb ik er een paar doorgegeven die me leuk leek om te filmen. En ik had de site gezien van het dierenasiel in Gorinchem en zag er allemaal goed uit. Dus uiteindelijk is het ook die geworden. Ik vind het onvoorstelbaar dat mensen gewoon hun dieren achterlaten. Ik vind dat zo bizar. Ja. Ik denk dat heel veel mensen bij asieldieren heel vaak het idee hebben dat ze een beetje viezig zijn of dat het echt probleemdieren zijn, dat ze er moeilijk mee om te gaan is. Mensen kiezen toch wel heel erg snel voor een raskat of een rashond. En knaagdieren halen ze gewoon in de dierenwinkel. Terwijl er superveel dieren zijn die gewoon een tehuis nodig hebben. Ik ben zelf best wel veel bezig met dierenwelzijn in mijn dagelijks leven. Dus ik ben op zoek naar een manier hoe ik dat een beetje op een positieve manier kan uiten in mijn video's. Ik zat eigenlijk te bedenken wat voor video's ik allemaal wilde maken in mijn januari maand. Omdat ik natuurlijk 31 keer ging uploaden die maand. En dat is best wel veel. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk heel erg graag een video maken die mensen bewust maakt van het adopteren van asieldieren. Ik weet niet, was eigenlijk gewoon een spontaan idee dat bij me opkwam. Het leek me wel heel leuk om dat te doen. Deels natuurlijk omdat het een hele goede boodschap is. En deels stiekem natuurlijk ook omdat ik gewoon zin had in allemaal dieren knuffelen. Maar ook gewoon omdat me dat heel goed leek om te delen met de wereld. Ik heb 31 video's geüpload in januari. Dat is best wel veel. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Zeker omdat ik een beetje de mogelijkheid had om te proberen van wat wel goed werkte op mijn kanaal en wat minder goed werkte. Ik ben wel ook wel weer blij dat februari is, want het was wel echt een berg aan werk en heel veel avonden lang, zeg maar, laat editen. Ik denk wel ook dat die maand heel erg goed is geweest voor mij, voor de groei van mijn kanaal. Omdat ik heel veel verschillende series weer heb uitgeprobeerd en ik heb met anderen samengewerkt en dat werkt altijd heel erg goed. Ik dacht voor de video, als we nou eerst de mijne opnemen. Ja, dat moet sowieso. De make-up erop laten die we nu erop hebben zitten. Ja. Als je Jill nog niet kent, Jill maakt ook video's op YouTube. Wat doe je precies? Ik vlog dagelijks. Ik vind de drempel altijd heel erg hoog om met anderen samen te werken. Misschien dan omdat je moet afspreken of dat je daar dan weer een dag aan kwijt bent. Maar als ik het eenmaal doe, dan heb ik wel altijd door dat het gewoon ook heel erg leuk is. Misschien denk ik heel vaak dat ik te druk heb om met anderen te filmen. Maar in deze maand moest ik 31 video's vullen. En toen dacht ik, ja, als ik dan alleen maar 31 video's lang mezelf laat zien, alleen maar, is misschien ook weer een beetje saai. Heel veel mensen hebben geunsubscribed in het begin. En dat is op zich logisch, want ik denk als iemand elke dag gaat uploaden en je vindt het kanaal al minder leuk, dan word je er meer aan herinnerd van, oké, nou ja, dan ga ik nu wel echt unsubscriben, want anders krijg ik elke dag een video van haar te zien. Maar dat was wel even in het begin dat ik dacht van, oh shit, weet je wel, dat ik gewoon in de min stond. Maar nu aan het einde van de maand sta ik weer echt dik in de plus. Het is wel moeilijk, omdat eigenlijk de video's die ik maak, ik ben het hoofdonderwerp, weet je wel, de video's die ik maak draaien soort van rondom mij. Dus als mensen dan weggaan, dan kan dat eigenlijk niet anders dan persoonlijk voelen. Vanmorgen een video ingepland die ik nog helemaal niet heb gefilmd. Dat is fijn. Dat doe ik misschien even wisselen met een andere. Oké.
Ik heb nog een Japan snoepvideo. Ik heb nog een filmpje waarin ik mijn oude externe harde schijf ga kijken. Allemaal oude beschamende foto's. Oh, dat is ook leuk. Ik heb een Dare Taske, dus dan vraag ik gewoon om allemaal uitdagingen. Ik heb nog dus eentje waarbij ik met allemaal speelgoed ga spelen wat ik vroeger wilde hebben. Ik heb mijn weekvlog elke zondag. En heb ik ja, dat scheelt wel natuurlijk. Dat is toch één dag meer. Ja, en ik heb Taske & Co. 3 keer deze maand. Ik vind het bizar hoe goed de mensen reageren op Taske & Co. En ook hoeveel mensen het op een of andere manier waarderen of zo. Dat ik al meerdere kanten van mezelf laat zien. En het is misschien niet de luchtige, makkelijke content die de meeste mensen hier op YouTube willen zien. Maar de mensen die het kijken zijn er wel super enthousiast over. Toen we de aankondigingsvideo maakten voor Taske & Co. Toen zeiden we van, het kan zijn dat er op een gegeven moment een sponsor voorkomt in de serie. Want Alwin en Saske maken dit. En die kunnen ook niet hun hele leven wijden aan gratis een serie maken. Maar die sponsor is er nog steeds niet. En ik heb Sas en Alwin wel betaald in de tussentijd. Maar ik heb ook vaste lasten en ik kan eigenlijk niet 2 mensen fulltime in, zeg maar, soort van betalen. We zijn nu een beetje op een punt waarop we moesten beslissen van wat gaan we doen. En dat was natuurlijk een van de opties, was helemaal stoppen. Nou ja, daarvan wist ik al gelijk, dat wil ik gewoon niet. Dus toen heb ik bedacht van, misschien is het beter als we naar 1 keer per maand gaan. Valt er wat van mijn schouders af qua kosten? Is er nog steeds de optie dat we een sponsor vinden die ons kan ondersteunen financieel? Maar dan is alles misschien wel weer wat meer in balans en kunnen we wel nog steeds deze serie blijven maken. Dus dat betekent in feite dat Taske & Co. nog maar 1 keer per maand geüpload zal worden op mijn kanaal. En voor sommige mensen zal het misschien gek klinken omdat je denkt van ja, maar het is toch maar een YouTube video. Maar er gaat echt heel veel tijd in deze serie. Niet zozeer van mijn kant, maar wel van Sas en Alwin. En ja, zij zijn ook gewoon volwassen mensen. Dat kan je niet gewoon doen voor de leuk. Dus nu gaan we de intro opnieuw inspreken. En zeggen, mijn zus en haar verloofde. Gaat helemaal niks veranderen. Het is gewoon ietsje minder Taske & Co. Maar nog steeds dezelfde serie. En dezelfde hoeveelheid leukheid. En serieusheid. En diepgang. Heel veel diepgang. Ja, ik heb het geluk dat ik het als kind soort van mezelf heb geleerd al. Ja, nee, als ik een kind krijg, doe ik hem op muziekles. Ja. Dat weet ik nu al, of ze nou wel of niet.